Goedenavond. Goedenavond. Elke zondagavond van 10 tot 11 Mediamix met Wim Sonderland. En het is alweer 10 uur geweest. Om precies te zijn 5,5 minuut over 10 hier op Den Haag FM. 10 december 2017. Weer tijd voor een nieuwe aflevering van Mediamix. Het programma over media, communicatie en wetenschap. Inmiddels ruim 4 minuten over 10:30. Je luistert naar Mediamix op Den Haag FM. We gaan het hebben over RefSpace, of voluit Revelation Space. En dat is dus een stichting zonder winstoogmerk. Ze zijn opgericht in 2009. En we gaan het straks vragen wat de doelstelling is en wat ze allemaal precies doen. Daarvoor hebben we in de studio twee van de bestuursleden van RefSpace. En de eerste heet Jurt Waalboer en de andere heet Jeroen de Weert. En als je kijkt naar de webcam van Den Haag FM, Jurt zit tegenover mij en Jeroen zit naast mij. Dan weet je dat als je op de webcam kijkt, meekijkt naar deze uitzending. Heren, goedenavond. 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 We gaan eventjes eerst een kleine voorstelronde doen. Dat is meestal met gasten in de studio. Ik begin bij jou even, Jurt. Wie is Jurt Waalboer? Jurt Waalboer is een 37-jarige hacker. Met een eigen bedrijf en rare hobby's, vinden mensen. Ja, want je zegt al meteen hacker, dus dan denk ik al meteen van die wazige mensen met die maskers op. Maar daar hebben we het straks over. Wat doe jij nog meer? Wat voor opleiding heb je gedaan? Ik heb niet echt een opleiding gedaan. Ik ben redelijk na de middelbare school voor mezelf begonnen. En ik doe ICT dingen. Ik programmeer, ik beheer netwerken. En ik doe wel eens wat met beveiliging en dat is dan meer in de richting van het hacken. Ja, ja. Je bent eigenlijk een soort ZZP'er. Klopt. En je eigen bedrijf. En kan je het redden daarmee? Ja, voorlopig wel. Oké, dat vind ik best wel goed eigenlijk, want ZZP'ers hebben het best wel moeilijk, geloof ik, hè, in deze tijd. Nou, de echt moeilijke periode is gelukkig voorbij. Ja, ja, je merkt dat de economie weer een beetje aantrekt. Ja. Ja, ja. Goed, dan gaan we even naar Jeroen. Stel jij je even voor. Ja, goedenavond. Ik ben Jeroen, 23 jaar en ik woon in Den Haag, werk in Den Haag als softwareprogrammeur. En in mijn vrije tijd zit ik onder andere bij RefSpace. Ja, en je bent ook radiocentrumateur, hè? Ja, wel na de hackerhobby gekomen, maar er is een grote overlap. Ja, 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 dat zijn eigenlijk je hobby's. En wat deed je ook weer voor werk, zei je? Ook softwareprogrammeur, specifiek in de automatiseringswereld voor machinebouw. Oké, in de machinebouw. Okay. Ja. En je hebt een baan, hè? Dus, ja. Dat is heel netjes. Twee heren die gewoon een baan en of een bedrijf hebben. Dat een goede zaak eigenlijk. Er zit trouwens nog iemand in de studio. Dat is Rodi. Rodi, welkom. Jij wil niet veel zeggen, geloof ik? Oh, nee hoor. Dat ik sta open voor vragen. Jij hoort ook bij RefSpace, hè? Ja, ik ben ook een deelnemer van RefSpace. Oké, nou dan gaan we nu even naar RefSpace toe. Voluit heten jullie Revelation Space. Revelation betekent openbaring. Wat valt er te openbaren dan, Jurt? Nou ja, het is een plek om veel te leren. De naam zelf is ooit een keer gekozen. Het is een boek. Ik weet even niet meer van welke schrijven. Maar het is door de oprichter ooit vernoemd naar een boek. En dat boek heet Revelation Space. Oké. Okay. Met het idee dat je bij een hackerspace allerlei nieuwe dingen leert. Allerlei openbaringen ziet. Dingen die je dacht te begrijpen ineens echt begrijpt. Want jullie hebben een locatie ergens hier in Den Haag. Of in Leidschendam, geloof ik. Ja, nou ja, dat is een beetje een dingetje. We zitten hier nu volgens mij ook niet officieel in Den Haag. Maar in Jawel, Rijswijk. Dit is Den Haag. Ja, oh echt? Ja, oh, okay. Dit is een geannexeerd stukje van Rijswijk. Okay. Oftewel Den Haag. Daar heb ik niet goed op de bordjes gelet. Maar wij noemen onszelf Hackerspace Den Haag. Maar we zitten net buiten Den Haag in Leidschendam. Maar het scheelt een paar honderd meter. Maar jullie zijn toch onlangs verhuisd? Klopt, wij zaten wel echt in Den Haag. Ja, ja, je zit nu net buiten Den Haag. Klopt. Maar dat maakt niet zoveel uit. Al die randgemeenten horen rond Den Haag, klaar. Nee, daarom hebben we ook gezegd, wij blijven Hackerspace Den Haag. Ja, precies. Goed, die ruimte die jullie hebben, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet die ruimte eruit? Nou, we hebben meerdere ruimtes, die zitten gelukkig wel tegen elkaar aan. We hebben 3 werkplaatsen en een uitgebreide keuken. En 1 werkplaats voor metaalbewerking, 1 werkplaats voor stoffige dingen, denk aan houtbewerking. En 1 werkplaats voor al het andere, dus daar wordt software gemaakt, daar wordt aan elektronica gesoldeerd. Daar worden apparaten in en uit elkaar gehaald en daar gebeurt het meeste. Ja, ja. Jeroen, die workshops die worden gehouden daar in die locatie, wat houdt dat in? Ja, dat zijn vaak deelnemers die daar graag meer willen uitleggen over iets wat ze zelf goed kennen.
Denk daarbij dus aan iemand die veel bezig is met het uitvogelen en het in elkaar brengen van hoe de vleermuis zich bijvoorbeeld verplaatsen. En daar elektronica weet los te laten door metingen te doen of die signalen, de geluiden die vleermuizen maken opnieuw om te zetten in signalen en die af te spelen. En daar kan iemand een workshop over geven en dan doen we een rondje door het park. Ja, jullie hebben ook mensen die presentaties of lezingen geven, hè? Ja, gebeuren ook. Dat is volledig aan de deelnemers. Die kunnen elk moment zoiets organiseren. Daar staan we open voor. Ja, jullie hebben het over deelnemers. Wat moet ik me voorstellen bij een deelnemer? Is dat iemand die lid is van de Respace of zo? Nee, we zijn een stichting. En je bent dus daarmee deelnemer als je je inschrijft. Vereniging, stichting. Het is voor ons je hoort erbij. En dat is bij onze stichting een deelnemer. En die ruimte die jullie hebben, die is elke dag open? Ja, je krijgt als deelnemer dus ook je sleutel, waarmee je 24/7 toegang hebt tot de ruimte. Oh, dat is handig. Je kan dus, als je wil, kan je iets bouwen, iets knutselen, iets monteren. En je kan gewoon dag en nacht er naartoe. Ja, zeker. Het is natuurlijk wel, je kan hebben dat je de eerste bent en het moet openen. En het kan ook gebeuren dat het heel, heel druk is. En je dus eventjes moet coördineren met sommige mensen van, komen er meer mensen, ja of nee? Want heel druk, hoeveel mensen zijn er gemiddeld op een avond bijvoorbeeld? Het kan gebeuren dat er een avond is, de dinsdagavond is heel populair. Dan kan het vol zitten met 30 man. 30 man, oké. Want hoeveel deelnemers hebben jullie? We hebben op dit moment 110 ingeschreven deelnemers. 110 ingeschreven deelnemers, ja. Oké, dat is best veel, ja. En die betalen iets per maand? Ja, we hebben een vaste contributie die mensen in principe betalen. Die is voor junior deelnemers, dat zijn de minderjarigen, is dat €15. En voor iedereen van 18 of ouder is dat €25 per maand. Ja, en wat is jullie wekelijkse avond dat jullie open zijn, echt open zijn? Ja, zoals gezegd zijn we bijna elke dag wel open. Je kunt op de website kijken en dan staat daar of we op dit moment open zijn of niet. Maar als je wil dat we gegarandeerd open zijn, dan kun je het beste op dinsdagavond komen. Dinsdagavond, hè? Ja. Dat is eigenlijk een soort clubavond. Ja, elke dag is een clubdag en een clubavond. Ja. Dat loopt in elkaar over inmiddels. De dinsdag is historisch gegroeid. Volgens mij mensen probeerden toen het nog wat kleiner was bij elkaar te komen. En dus zo de dinsdag willekeurig gekozen. Ja. En die is gegroeid tot inderdaad de meest populaire dag. Ik heb het gevoel een beetje dat het een soort voortzetting is van de oude computerclubs. Klopt dat? Het lijkt er wel heel erg op. De computerclubs zoals ik ze heb gezien. Niet zelf heb gezien, maar wat ik erover heb gelezen en gehoord. Dat was voornamelijk onder begeleiding. En wij hebben geen begeleiders. Dus je komt daar zelfstandig, je leert zelfstandig. En het is, het is echt voor alle leeftijden. Wat is de leeftijd zo ongeveer van de bezoekers? Alles tussen de, 14 en 70. 70? Het komt voor. Oké. Okay. Ja. En die komen dan ook knutselen? Ja, iedereen heeft zijn eigen ding om te doen. En je ziet natuurlijk wel dat de deelnemers die wat ouder zijn, die komen ook met wat oudere techniek. Maar dat spreekt dan wel weer tot de verbeelding van de jongere deelnemers. En wat zijn de mogelijkheden in jullie ruimte? Ik heb begrepen, Jeroen, dat jullie bijvoorbeeld lasapparaten hebben en zo. Ja, er zijn wel deelnemers die met het metaalbewerken bezig zijn en daarmee hun apparatuur meegenomen hebben of gedoneerd. Of dat we besloten hebben dat we als stichting gewoon dit willen faciliteren. En dus lasapparatuur zijn de haakse slijpers, plasmasnijders, acetyleenbranders, er is een smeedoven. Gewoon het hele setje is compleet. Er is ook een houtwerkplaats, begrijp ik? Ja, klopt. Dat is vooral het gedeelte omdat het hout vaak wat meer stof geeft. Willen we dat gescheiden houden. En dat werkt redelijk goed met een zaagtafel, kolomboord en het hele zootje. Zo, dat is interessant. Ik denk dat er nu best al luisteraars zijn die denken van, ik wil daar wel eens een kijkje nemen. Voordat we naar de muziek gaan, even het adres, Jurt. Het bezoekadres is Overgoon nummer 1. In Leidschendam dus. Overgoon nummer 1 in Leidschendam. En wat is jullie website? Refspace.nl. Ref met R-E-V. R-E-V. Refspace.nl. Yes. Dan gaan we straks met jullie verder praten. Want ik heb nog wel wat vragen over dat hackerspace en zo. Dat klinkt allemaal een beetje, ik weet het niet. Daar wil ik wat meer over weten. Eerst gaan we even naar de muziek hier op Den Haag FM. Den Haag FM 92.0. Je luistert naar Mediamix. En we praten met twee heren, twee bestuursleden zelfs, ik moet het goed zeggen, van de stichting Refspace. Jurt Waalboer is hier in de studio en Jeroen de Weert. En ook Rodi is trouwens
in de studio, dat is ook een deelnemer van RefSpace. We hebben net gehoord in het eerste gedeelte wat RefSpace is en dat ze een locatie hebben, een prachtige ruimte hebben. Ik heb even op de website zitten kijken en van de week en jullie hebben ook webcams opgehangen en die laten die ruimtes allemaal zien, hè, Jurt? Wat kan ik allemaal zien op die webcams? Ja, het ligt een beetje aan hoe laat het is en waar mensen mee bezig zijn. Ja, 's nachts zie je niet veel natuurlijk. Nou ja, dat zal je meevallen. Want ja, het is toch regelmatig dat er iemand echt de hele nacht bezig is. Dat is 24/7 open, hè? Nee, voor deelnemers. Voor betalende deelnemers wel. Dan, je kan de sleutel krijgen en dan kun je op het moment dat je zelf wil naar binnen. Dat is een beetje het idee. Je hebt een idee, je wil het maken. En ook al is het midden in de nacht, ja, stap uit bed en ga het maken. Ga het maken, dat is wel gaaf eigenlijk. Want er zijn niet zoveel stichtingen en locaties die die mogelijkheid bieden. Nee, klopt. Het is redelijk uniek. Er zijn er een stuk of 10 in Nederland waar dat kan. Maar hier in de regio is het zover wij weten in ieder geval de enige. Ja, dat is wel gaaf zeg. Dat is toch wel de moeite waard om dat te onthouden. Maar jullie hebben ook een zithoek en een gezellige keuken, zag ik en zo. Ja, allemaal. Ja, dat is... Nou, de zithoek, daar hangt geen webcam. Daar kun je gewoon lekker buiten beeld. En sowieso... Lekker chillen buiten beeld. Ja, als iemand niet in beeld wil zijn, dan is het ook heel normaal bij ons om even de webcam uit te zetten. Dus als je naar de webcams kijkt, dan zul je zien dat er eigenlijk altijd wel een paar uitstaan en daarom een foutmelding geven. Ja. Privacy is toch voor hackers wel een belangrijk ding. Dat begrijp ik. En Jeroen, jullie hebben het alles zelf aangelegd, begrijp ik? Ja, dat is. We zijn gevraagd door door de huismeester of de verhuurder van hey, kunnen jullie nog eens even dingen uitzoeken op het netwerk? En dan gaan we gewoon aan de slag. Ik bedoel, we vinden dat leuk. En als we daar natuurlijk goede vrienden mee kunnen worden, dan zullen we graag even helpen. Ja, want het is een bedrijfsruimte hè, waar jullie, die jullie hebben. Omgebouwd volgens mij naar losse unit verhuur. En wij hebben daar wat aaneengeschakelde units. Maar hoeveel jaar bestaan jullie al? Zeven jaar? Okay. Nou ja, bijna acht zelfs. Bijna acht jaar. Dus jullie zijn ergens in 2009 of zo begonnen? Nou, sterker nog, we bestaan nu acht jaar. Het is december. Ja. December, ja. Oké. Okay. Ja, netjes, dat is best gaaf. Zijn er nou ook nog bepaalde problemen waar deelnemers tegenaan kunnen lopen als ze naar jullie toe komen? Ja, van alles. Het kan zijn dat je het gereedschap wat je wil gebruiken, dat je dat niet kan vinden. Het kan zijn dat het netwerk plat ligt, want ja, het wordt wel beheerd door onszelf. En ja, we zijn ook het stelletje hobbyisten. En hoewel een aantal mensen het voor hun werk doen, doe je het toch allemaal net wat minder netjes op het moment dat je het voor je hobby ook nog een keertje doet. Spreek je elkaar er dan op aan? Soms. Ja. Want je moet natuurlijk wel zorgen dat alles blijft draaien en zo. En ja, hoe zit het met de beveiliging daar van jullie pand? Ja. Dat is goed, hè? Nou, als je naar binnen komt, dan willen we in ieder geval even praten. Nou ja, kijk, we hebben dus deze dingen. Dat is een sleutel. Dat is een elektronische sleutel. En dat is wat onze deelnemers krijgen. Ja, ja. Zonder zo'n sleutel, ja, je kunt uiteraard een raam ingooien. Liever niet doen. Maar dan staat de politie op de deur. Ik hoop. Op de stoep bedoel ik. Nou ja, we zitten tegenover een recherche, de afdeling van de politie, zover ik heb begrepen. Dus ik hoop dat zij een beetje opletten. Wat mij trouwens opviel toen ik dit aan het voorbereiden was, dat jullie ook wel een, ja, wat mij betreft, een klein beetje negatief imago hebben. Want jullie noemen jezelf ook graag hackerspace, Jurt. Vertel, wat is eigenlijk precies een hacker? Wat precies een hacker is, er zijn heel ongelooflijk veel definities van. Maar de klassieke definitie van een hacker is iemand die een probleem oplost op een creatieve manier. Met techniek. Dus stel dat je een radio pakt en je gaat die radio uit elkaar halen omdat hij het niet meer doet. Dan ben je eigenlijk een hacker. Ja, nou ja, puur iets repareren is nog niet meteen hacken. Maar als je bedenkt, hey, deze radio die heeft functies, maar we kunnen hem ook als iets heel anders inzetten. We kunnen er heel ander soort signalen mee ontvangen dan een puur radiosignaal bijvoorbeeld. Dan begint het meer op hacken te lijken. Maar nou, bij mij heeft hacken een beetje een negatief imago. Dan denk ik aan die mensen met die witte maskers en die zwarte jassen en zo. Ja, en dan denk ik van oei, wat doe ik hier? Dat is de Hollywood-definitie van hacken. Maar het kan ook anders. Kijk, het idee wat wij doen is creatief met techniek omgaan en beperkingen wegnemen. En een van de grootste beperkingen die mensen ervaren is als je op een systeem komt, dat je moet inloggen. En zonder wachtwoord kom je er niet in. Dat is toch duidelijk een beperking. Ja. Nou, die kun je wegnemen soms door zonder dat wachtwoord alsnog in te loggen. Maar vindt iedereen dat fijn? Nou ja, het is een hobby van veel mensen. Net zoals sloten openen zonder sleutel een hobby is van veel mensen. Dat is op zich nog niks slechts mee. Je hebt natuurlijk wel criminelen die dezelfde technieken gebruiken. En ja, dat is heel erg interessant voor de media. En die hebben dat als enige beeld van hacken gezien. Maar je hebt toch tegenwoordig ook de zogenaamde ethische hackers? Die zijn toch juist in het leven geroepen
om te voorkomen wat echte hackers zouden kunnen doen? Ja, nou ja, ethisch hacken is inderdaad een heel nieuwe term. Het probleem met die term is toch wel dat ik ben een hacker en ik zou niet hoeven zeggen dat ik ethisch ben. Want verreweg de meeste hackers zijn hackers die de goede dingen doen. Die helemaal geen kwaad in de wil hebben, aan de goede kant van de wet staan. Dus ik zelf heb een beetje moeite met dat voorvoegsel ethisch. Want het suggereert een beetje dat als je dat vergeet te zeggen, dat je ineens een bad guy bent. Maar er zijn natuurlijk veel bedrijven die mensen vragen om te kijken of ze in het systeem van het bedrijf kunnen komen. Om te zorgen dat het bedrijf dan het systeem beter kan beveiligen. Ja. Worden jullie ook wel eens benaderd? Ja, nou ja, wij worden als Respace daar wel voor benaderd, maar we doen het niet. Want ja, wij hebben een ontmoetingsplek voor hackers. En we zijn geen uitzendbureau. Dus als iemand een hacker zoekt, ja, dan moet hij vooral niet bij ons zijn. Wij zijn een plek voor hackers. Dus als je zelf een hacker bent, dan moet je bij ons terecht zijn. Zoek je een hacker, ja, moet je ergens anders zoeken. Bijvoorbeeld een uitzendbureau. Ja. Dus het hack kan ook op een goede manier eigenlijk plaatsvinden. Ja, absoluut. Nou, verreweg de meeste hacks zullen helemaal legaal zijn en hebben niks te maken met inbreken. En dat is eigenlijk interessant om dat te onderzoeken. Doe jij dat ook, Jeroen, bepaalde dingen onderzoeken? Nou ja, het is voorgekomen. We hebben binnen de groep was er iemand die had bij een grote keten een USB-stick gekocht. En die kwam erachter dat er wat extra software op stond, zonder dat hij daarvan wist. Hij keek op de verpakking en bleek dat stukje software allerlei dingen op het internet kon zetten voor hem. Dat zijn bestanden veilig stonden. Nou ja, wat bleek? Die software was minder veilig dan hij dacht. En dat hebben we met z'n allen even goed bekeken. En daar kwam uiteindelijk een melding naar het bedrijf toe van hey, dit is gewoon niet in orde. Dit moet je aanpakken. En heeft dat bedrijf toen ook maatregelen genomen? Ja, er zijn uiteindelijk beveiligingsupdates doorgevoerd. En dat is volgens mij opgepakt. Het ging niet zo snel als we hadden gehoopt. Want dat heeft volgens mij maanden geduurd. Ja, het heeft inderdaad maanden te lang geduurd. En al die tijd waren die bestanden van mensen dus op dat moment gewoon niet veilig online. Ja. Goed, even terug naar jullie clubruimte en naar jullie bijeenkomsten. Jeroen, wat is jullie belangrijkste project tot nu toe geweest? Nou ja, dat zal de ruimte zelf zijn. Ik bedoel, iedereen die binnenkomt, die vindt het een mooie ruimte. En het eerste wat we ook roepen is van, je kan meehelpen bouwen. Als je wat mist, roep het. Mis je gereedschap, vraag het aan. Merk je dat sommige dingen niet helemaal lekker hangen. Nou ja, misschien moet je het gewoon verplaatsen. Doe het. Gewoon de ruimte zelf is het grootste project. Ja. En andere projecten, Jurt, kan jij het wat noemen nog? Wat jullie gemaakt hebben of gedaan hebben? Ja, dat is altijd lastig op het moment dat je erom vraagt. Dan schiet me niks te winnen. Maar nee. Ik wil wel aanhaken op het idee dat onze ruimte het grootste project is. Want in die ruimte zitten vervolgens weer allerlei andere projecten. Mensen bouwen sensoren. De webcams zijn een project op zichzelf. Sommige van die webcams die hadden helemaal niet meer moeten werken. Maar doen het toch. Ik vraag me af, hoe financieren jullie dit alles eigenlijk? Nou, dat is aan de hand van die contributie die onze deelnemers betalen. Is dat voldoende? Dat is in principe voldoende, ja. We betalen een flinke sloot huur per maand. En dan houden we nog wat over voor gereedschap. Oké. En dan zullen ook wel mensen zelf wat spullen meenemen die er niks voor vragen of zo? Ja, absoluut. Ons gereedschap is deels door ons gekocht, maar deels ook gedoneerd en deels in bruikleen. Oké, Jeroen, nog even de website noemen? Ja, dat is respace.nl. En dan REV, hè? REVSPACE. .nl. En het adres nog even noemen, Jeroen? Ja, dat is de Overgo 1 aan Leidschendam-Voorburg. Ja, vlakbij de Vliet daar, hè? Ja, vlakbij de Vliet. Dat is een bedrijventerrein waar jullie dan aanwezig zijn. En als je voor de eerste keer komt, is het handigste toch, denk ik, om op dinsdag te komen. Want er zijn er altijd mensen. Dat is de meest drukke dag. Dinsdagavond. Ja, dinsdagavond. Na 7:30, 8:00. Nou, beter na 8:00, want tussen 7 en 8 zijn we meestal aan het barbecuen. Oké, nou, Jurt en Jeroen, hartelijk dank. En Rodi, hartelijk dank dat jullie naar de studio zijn gekomen. We weten iets meer over RefSpace of Hackerspace. Maar Hackerspace in de goede zin van het woord dus. Absoluut. En iedereen is welkom. Als er nog vragen zijn, kan je altijd mailen naar studio@mediamixonline.nl. Volgende week beginnen wij al om 9:00. Let op, dan zijn we er 2:00. Daar hebben we een mediajaaroverzicht. Samengesteld en gepresenteerd door Herman van Beek. Zonder meer de moeite. Waard. Straks Radio Tonka, Haagse Underground Radio. Dat is trouwens, heeft ook een beetje met jullie te maken, hè? Radio Tonka, Haagse Underground Radio. Dat zijn ook van die figuren, die zitten in een villa in Scheveningen. Een beetje wazig allemaal. Ik ben er zelf niet mee bekend. Rare muziek hoor je soms. Moet je maar eens luisteren, dat is wel interessant. Doen. Goed, morgenochtend Haagse Ochtendradio. Justin Verkijk en Rogier Heimgartner zullen er wel zijn. En dus volgende week zijn wij daar 2:00 lang vanaf 9:00 s'avonds. Bedankt voor het luisteren.